Buongiorno, ik heet Alessandra, ik kom uit Italië. We gaan vandaag een bijzonder tiramisu maken. Als jullie willen weten hoe die kan maken, kom naar binnen. Prego, accomodatevi. De ingrediënten zijn bier, koffie, eieren, eierdoeiers, we gebruiken alleen, suiker, mascarpone, verse slagroom en cacaopoeder en natuurlijk lange vingers. Ja, ik kom uit Italië en is van mijn traditie van mijn familie om altijd gezond koken en gezond eten. En dat is ook geworden een soort van werk om kookworkshops te geven aan mensen of, ja, die komen hier leren pasta maken en andere recepten die zijn ja, van Italië. We gaan nu de slagroom met de mascarpone maken. De slagroom moet in de machine. Helemaal. 250 gram. Ik moet nu de mascarpone kloppen met een spatel, zodat het zacht wordt. Fresco soffio di brezza rotonda, proteggici. Dus je moet van onder naar boven mengen, zodat de lucht gaat naar binnen, beetje bij beetje. Amore bigliotte, spogliandoti, cuore in gola che fotte. De dorpen waar ik kom uit vandaan, wij hebben altijd een hele grote keuze van producten. We hebben een hele grote variatie van groenten en fruit. Bijvoorbeeld, in plaats van friet eten, we eten gebakken en aardappelen in de oven met olijfolie. En dat is meer gezond en vers. Ik ga nu de sap maken voor de tiramisu. Dus ik ga een bier open. Van deze heb ik nodig 200 gram. Deze gaat in de pan. En die moet koken tot de alcohol is helemaal verdampt. Ik zet de vuur aan. En ook hier, de koffie is bijna klaar. Ik heb de sap al geprepareerd omdat die moet afkoelen. Dus is de allereerste ding dat je moet maken voor de tiramisu. Ik ga nu de bier sabayon maken, de echte bier sabayon. En dus ik ga kloppen die eierdoeiers samen met de suiker. Als de mengsel van eierdoeiers en suiker helemaal luchtig is, dan ik doe voorzichtig beetje bij beetje de bier. En ik ga doormengen, zodat het nog meer luchtig wordt. De bier sabayon moet nu koken in een pan op bain-marie voor 10-15 minuten tot het kookt. En hier is al klaar. En zo je kan de lange vingers diepen in de sap. En natuurlijk moet die koud zijn. Ik kan niet de lange vingers in heet sap diepen. Het is mijn vader die altijd, wanneer een maaltijd klaar is en een tafel rijk van alle verse lekker eten, hij altijd zegt dat wij leven niet om te eten, maar om te gezond en lekker eten. De vrienden die ik heb gekozen houden van eten en samen zijn en delen wat ja, gaat met mijn cultuur en mijn tradities. Ja. Het is klaar. Vuoi provare?